Bus! Nog steeds een lul. Gegroet, stelletje doldwaze deelnemers. En welkom bij Bas Quiz World. In de vorige twee afleveringen speelde ik de fantastische game Bas Quiz TV. En aangezien deze game zo leuk was, dacht ik, weet je wat, ik koop meteen het vervolg, Bas Quiz World. Beide games zijn redelijk hetzelfde, alhoewel dit introfilmpje waarin ze laten zien dat Bus eigenlijk geen bril draagt, kaal is en zijn buikje verbergt, vind ik wel erg leuk gevonden. Je hebt weer opnieuw 5000 nieuwe vragen, maar ook een aantal nieuwe game modussen. Ik wil deze video's zoveel mogelijk samen met andere mensen doen. Maar deze game heeft ook een extra modus in de singleplayer. De eerste game had alleen maar stop de klok. Gewoon zo snel mogelijk de vraag beantwoorden. Hier heb je ook over de rand. In plaats van dat het gaat om snelheid, gaat het om fouten voorkomen. Je moet proberen zoveel mogelijk vragen achter elkaar goed te beantwoorden. En als je er 5 fout hebt, word je gegooid in een bak met slijm. Dat is echt zo oldschool televisie van Nickelodeon shows. Om een of andere reden houden kinderprogramma's van slijm over kinderen heen gooien. Schare shit. Laten we de man zelf hartelijk welkom heten op het podium. Ik hou zo van Bus. Ik ben Bus en als je met mij wilt kletsen, moet je een nummertje trekken. Dat was een kleine dab ook wel hoor. Hij doet heel af en toe, ik denk wel dat Bus de uitvinder is van de dab. Tijd voor een quiz. Pak gewoon de buzzer om mee te doen en ik heb de buzzer, Bus. Als dit de eerste keer is dat je speelt, moet je een profiel aan. Iedereen die al op de buzzer heeft gedrukt, kan een profiel selecteren met de gekleurde toetsen. En daarna nog eens op de buzzer drukken. De keuze is reuze. Wil ik Rick of Rick? Ik speel als Rick alsjeblieft, Bus. Ik ga een klein stukje wijzigen. Ik wil graag mijn karakter wijzigen. Te kiezen. Yes! Wie van deze mafkezen past bij jou? Dit is wel een soort zwevende guru van de wijsheid. Er is geloof ik ook een ridder, hebben ze nu toegevoegd. Oud vrouw. Ja, ridder. Welke outfit past het beste bij de personage? Loop met de gekleurde toetsen. Deze wel. Buzzergeluidjes. Oké. Loop er doorheen. Babytje erop. Oké, we zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. We gaan spelen. Beter dan dit kan niet worden, Bus. Ik hoop echt even dat ik niet afga. De eerste ronde had ik 16 punten. Dat is best goed volgens mij. Gegroet. Dit is de over de rand uitdaging. Yes, Bus. Hoe lang overleef jij? Blijf goede antwoorden geven om een duik te vermijden. Te veel fouten betekent game over. Het jammer is dus wel. Ontketen de prut. In de prut. Je gaat altijd de prut in. Dus hij doet alsof het een soort ding is waar je heel bang voor moet zijn. Maar als je meedoet met deze quiz, word je sowieso in de bak met prut blijf gegooid. Blijf dus. De prut uit de buurt. Daar gaan we. Oké, vraag 1. Een kom maar door. Een klassieker met David Niven. Heette A Matter of Life. En Death? Waarschijnlijk. Chess, Guess, Death, Bisque. Death. Oh, dank u, hoge jongvrouwen. Dank u. De ridder is erg cool. Van welke Britse band is de titelsong van de tv-serie House? Met Hugh Laurie. Ik denk Massive Attack dan. Ik luister wat Massive Attack. Ik lees wel eens, oh, heb ik van House. Hey, Massive Attack heeft hele rustige muziek. Als iemand zegt, oh, even wat rustig, even Massive Attack. Denk je echt keiharde metal. Nee. Hele chill shit. Ik heb wat LP's liggen ervan. Jessica Fletcher, behalve het oplossen van moorden. Oh, is het detective? Een postbode, detective romans. Ja, dat lijkt me wel het logisch. Of ze is psycholoog of detective romans. Laten we gaan voor psychologen. Dat is toch de romans, hè? Godverdomme. Altijd de eerste ingeving, Rick. Eerste fout van het spel en daarmee komt onze speler een stapje dichter bij een duik. Een duik! Om welk groot lichaamsdeel is Disney's Dumbo waarschijnlijk bekend? De oren. Mag ik hopen. Nieren. Ja, dat is een olifant met tante grote nieren. Ik zie dit wel gebeuren. Als je klarinet speelt, wat moet je dan doen? Blazen.
Blazen plukken, dagdromen slaan. Nou, dit was heel makkelijk zeg. Jeetje. Blazen, als het even kan. Heb ik geleerd van Octotentakels. De spanning is om te snijden. Nou, valt wel mee. Ik heb nog 4 fouten. In welk gebouw is Homer Simpson veiligheidsmonitor? Kerncentrale. Militaire basisvliegbibliotheek. Kerncentrale. Boom. De Simpson. Over welk tijdsverdrijf gaat de film Blades of Glory? Gladiator vechten? Tennis, schaatsen, sigarenbandjes maar onder water schaken. Schaatsen dan natuurlijk. Het is een gladiatorfilm, maar de blades zijn natuurlijk dan gewoon de ijzeren onderop je schaatsen. Ja, makes sense. Soms is logisch nadenken ook gewoon punten waard in deze quiz. Van Donnie, Marie en Jimmy. Donnie, Marie en Jimmy. Osborne, Manson. Is het, heet hij Mary? Is Marilyn? Is dit hoe dit werkt? Springsteen? Hij kan voor mensen moeten gaan. Oh. Ik heb geen idee wie deze mensen zijn. Een fout antwoord. Dus je gaat verder naar de rand. Wie dreef zijn co-presentatrice tot wanhoop in So You Wanna Be a Popstar? Gerard Joling, sowieso. Ik twijfel oprecht tussen Ron Brandstede en Gerard Joling. Laten we voor Gerard Joling gaan. Yes! Gerard! Mijn persoonlijke held. Geboren en getogen in Schagen. Lokale trots. Wat voor kleur motorpak draagt The Bride in Kill Bill? Geel. Sowieso geel. Kill Bill, fucking vette filmmakkers. Sowieso kijken. We gaan best lekker. Oké, hier is er nog één. Welk lid van de Beatles werd in 1980 vermoord? Oeh, dit weet ik wel. Chapman. Dit moet lukken. Dit is natuurlijk John Lennon. Catcher in the Rye. Welke Formule 1 coureur kwam in 1994 in Imola om het leven? Eens even kijken. Alan Prost, Nigel Mansell, Arthur Senna, Graham Hill. Laten we gaan voor Senna. Dat waren er 10. Heel goed. Ga zo door. Dat was een gokkie, maar dat was een goed gokkie. Ik wil mijn highscore verbreken van 18 nu. Wie was een van de oprichters van Normaal? Normaal, oké. Okay. Ik zie Benny Jolink en Benny Jolink. Het zal sowieso een van die twee zijn. Ik ga dan voor Jolink. Hey! Zo goed het werkt bij multiple choice vragen op toetsen. Als gewoon twee antwoorden heel goed op elkaar lijken, is het vast een van de twee. Wat zijn de Amazone, de Nijl? Dat zijn rivieren, mijn beste buzzy. Boom bam bam. M'lady, m'lady. Gaat lekker. Over welke beroemde bokswedstrijd ging de film When We Were Kings? The Bout of Good, The Bash in Knotty Ash, Rumble in the Jungle. Ik denk de Rumble in the Jungle. Klinkt lichtelijk racistisch, maar als ik er punten voor krijg, vind ik het best. Racisme is oké, zolang je maar geen last van hebt. Ga zo door! Beethoven bleef symfonieën componeren. Ondanks hij was doof. Handicap... Hartstikke doof. Gebrek aan humor. TV-verslaving. Naar welk vliegveld vlieg je als je in Glasgow moet zijn? Oh, in Glasgow. Wacht, wat doe ik? Ik denk Prestwick dan. Ik dacht even helemaal in de war. Je hebt ook een aantal gekke luchthavens rondom Londen die allemaal gekke namen hebben. Maar Glasgow is natuurlijk gewoon de stad. Tegen laat maar, als het goed. Tegen welke club kan Aston Villa een derby spelen? Aston Villa. Het is geen voetbalclub, toch? Een derde fout en de smurrie komt steeds dichterbij. Wie trouwde in 1999 met voetballer David Beckham? Even denken hoor. Victoria Adams, Victoria Cross, Victoria... Voor mij is het Adams. Ik ken mijn voetbalhuwelijken. Very nice.
Hoe heet de Amerikaanse marinebasis die op 7 december 1941 Pearl Harbor? Door Japan werd is dat aangevallen? Buzzy? Dat is Pearl Harbor. Final answer. We gaan goed. Jammer dat ik hier geen geld voor krijg. Scherp blijven. Je wilt echt niet nog dichter bij de rand komen. Oh, jawel. Op welke afstand werd Bram Som in 2006 Europees kampioen? Ik heb geen idee wat Bram Som gedaan heeft. Halve marathon. Ik denk de 400 meter. Lekker kort. Oh, nou. Oké. Onze kandidaat is in moeilijkheden. Nog één fout en dan is het duiken geblazen. Mijn record is 18. Maar als ik één fout heb, ben ik dood. Welke Nederlandse schaatster won in 1988? Oeh, drie keer schaatsen weet ik echt niks van af. Sjoekje Dijkstra. Zij klinkt gigantisch alsof zij uit Friesland komt. Het zou Marianne Timmer kunnen zijn, want die naam zegt me heel veel. We gaan voor Marianne Timmer. Het was toch Sjoekje, of niet? Oh, ik had het sowieso niet geweten. Dat was beter. De kans om de Timmer doet sowieso een andere sport dan schaatsen. Dat steek weer voor lul. Deze uitdaging is ten einde. Kom snel terug om te zien of we een nieuw record kunnen vestigen. Voor nu zeg ik, tot ziens. Yo, later bus. We kunnen even één potje eventjes doen. Ik zit er zo lekker in. Ik ben nu toch al bezig. Laten we niet nog een potje die prutshit doen. Want ik ga sowieso niet hoger scoren dan 17. Ik ga dus proberen voor deze serie zoveel mogelijk met gasten te doen. Maar soms heb ik gewoon even zin in een quizspelletje. En momenteel worden deze video's erg goed bekeken. Dus hey, als jullie dit graag blijkbaar alsnog willen zien. En dan gaan we gewoon één potje normaal doen. Ik heb nog geen stop de klok gespeeld hier. Ik speel momenteel met een kleine vertraging in mijn beeld. Als in, ik zie het beeld dat jullie zien. Dus ik ga even gewoon die vertraging eruit vissen. Alsjeblieft. Maar ben ik sneller natuurlijk om de stop de klok te stoppen. En hij gaat vanavond weer te keer. Even een potje stop de klok. Ja toch, om het af te leren. Dank je Greg, ik ben Buzz. Na deze show ga ik maar eens lekker gamba's eten. Een gamba's eten? Dat is een grote garnalenbus. Dat weet ik, I got you fam. Hallo daar, welkom in mijn show. Heel veel mensen worden trouwens helemaal gek van de stem van Buzz. Het klinkt heel bekend. Voor mij doet hij dus die voice-over in heel veel van die RTL-programma's van Barbie en zo. Voor mij is dat waarom hij zo bekend is. Hij doet heel veel dingen op televisie. Volgens mij is dat het ding. Als je al eens eerder hebt gespeeld, kun je dan ook een nieuw profiel laden. Ik vind het wel leuk dat je hebt hier ook echt scoreborden. Dus dat maakt het ook veel competitiever. Als ik zeg maar in singleplayer speel, is het wel leuk om proberen de score van de vorige aflevering te verbreken. Maar dan gewoon wel iedere keer onder de naam Rick. We kunnen ook even gauw een nieuw profiel aanmaken. Als je voor de eerste keer speelt, ik noem mezelf. Moet je ons eerst vertellen hoe je heet. Selecteer de eerste letter van je naam. Tijd om een naam te kiezen. Dat is wel grappig. Als je één ding intikt, dan pakt hij meteen een hoop suggesties. Op de groene toetsen om gokker. Te gaan. Natuurlijk ben ik gokker. Ik ben een man, zeer zeker. Tijd om een personage. Welk personage willen we? Loop er langs. Sexy zuster. Oh ja. Je personage heeft kleren nodig. Nou, we hebben bijna geen kleren nodig hoor, Buzz. En beneden, tijd om een buzzer geluid. Leuk geluidje wil ik. Wat is je favoriet? Toch gewoon de jazz. Ik vind de jazz te leuk. We zijn er klaar voor. De show gaat beginnen. Wat ben ik nou eigenlijk? Dokter, maar ook weer half stewardess. Stewardess met een stethoscoop. Wat ben ik momenteel? We gaan het zien. Ik heb nog geen stop de klok gespeeld eigenlijk, dus ik ben erg benieuwd. We tillen deze quiz naar een hoger niveau. Het is Buzz. 30 vragen, godverdomme Buzz. Ik dacht, we doen nog even de video een stukje langer. 30 vragen. Beantwoord de vragen zo snel mogelijk om de hoogste score te halen. Ik weet dat dit spel werkt, Buzz. Vragen klaar. Daar gaan we. Welke van deze kunstenaars zul je niet snel met een spuitbus aan het werk zien? Oké. Da Vinci waarschijnlijk. Die bestond toen nog. Bestonden de spuitbussen nog niet echt. Ja. Ik dacht al Banksy staat er sowieso bij. Is toch wel de bekendste graffiti. Die andere gasten ken ik niet. Black Leran en Duckface. In welk tv-programma uit 1967 was voor het eerst een vrouw. Ik zou zeggen Vlodder, maar toen was er nog geen Vlodder. Er zit al veel naakt uit. Hoepla, Borreltijd, Wet van 3. De Fred Haché Show, kan niet anders. Oh, het was Hoepla. Een verkeerd antwoord van de speler.
Het is wel een hoogtepunt voor Nederlandse televisie, naakte vrouwen. Forceren en koken, maar niet in de magnetron. Eieren. Vooral pocheren gaf het goed weg. Gepocheerd ei. Goh, we zijn lekker snel in ieder geval. We hebben misschien één vraag gevouwen, maar we zijn boem, meteen, paat. Welke dieren nam Hannibal mee in zijn leger toen hij de Alpen overmarcheerde? Dit heb ik, voor mij waren het olifanten. Toch? Hannibal, we hebben het wat over Hannibal gehad bij Latijn geloof ik, maar toen had ik geen Latijn meer, mijn klasgenoten wel. Dus ik kreeg het een en ander mee, dat waren olifanten, fuck vet. Wie zei als eerste G'day in Botany Bay in 1770? Wat is dit voor vraag? Kapitein Bleeg dan? De enige naam die ik niet ken. Oh, Captain Cook. Nee, bezwijk niet onder de druk. Het was Captain Cook of die, het was sowieso niet Sparrow of Iglo, dus ja. En Stan, altijd hun kattenkwaad. South Park. Come on down to South Park here, meet some friends, man. Nou en of. Punten voor onze uitdager. Als je... Lekker dan. Ik vind de vragen wel erg leuk divers. Wel veel voor televisie. Niet een van de vaste gezichten van het voetbalprogramma Studio Spaan. Ah, no man. Erik van Muiswinkel, Henk Spaan. Jack Spijkerman. Pak Jack Spijkerman. Opgerold met Jackie. Hey, die heeft al eigen programma's om te maken, joh. Doet hij überhaupt iets met voetbal? Waarschijnlijk niet. Daarom was hij ook niet in het programma. Ja, makes sense. Wat moet je doen als je computer ineens crasht? Slaan. Keihard mappen. Het staat er ook echt. Herstarten, doe dat maar. Je hebt niet ook echt veel keuze. Hij crasht. Ja, wat wil je anders doen, bus? Wat was je plan? Welke harige Franse rugbier wordt de holbewoner genoemd? Oei. Sebastian Neandertal. Of dat is Nadal. Maar dat is geen rugbier. Oké, Chabal. Sorry, dat was niet het antwoord dat we zochten. Neandertal was te grappig geweest als hij de holbewoner was. Het is ook een rare achternaam. In 2008 de jongste Formule 1 kampioen ooit. Ik denk Hamilton. Hoe oud is Hamilton? Geen idee. Hij race nog steeds. Dat was in 2008 vast heel jong. Ik heb geen idee of je op je 50 nog steeds Formule 1 races kan winnen. 10 vragen hebben we gehad. Voetbal kun je als je op je 50 niet zoveel meer doen, zeg maar. Houd het tempo erin. Welke band schreef muziek voor de films Highlander en Geen idee. Led Zeppelin. Kut, dat was Queen. Ja, nee, sorry. Sorry, dat wist ik niet, bus. Welke rol speelde Bill Cosby in The Cosby Show? Hij speelde Bill Cosby. Was hij gewoon dokter Bill Cosby, aangezien de show naar... No? Oké. Concentreer je. Dat zijn twee fouten op een rij. Ja, bus, even je mond welke houden, denk. Welke rol speelde Eric LaSalle in de tv-serie... Stop met vragen welke rol iemand speelt, dan ga ik de vragen goed beantwoorden. Dr. Quinn. Please? Luister naar mij. Dit is niet goed. Nee, dat merk ik, bus. Een leger van slaven aan. In de derde slavenoorlog van Rome. De derde slavenoorlog. Spartacus natuurlijk. Tuurlijk. Die serie heb ik gezien. Dat was fucking vet. Die season finale van seizoen 1 dat ze vrijbreken. Oh, fucking vet. Ik zou het bijna weer gaan kijken. Waarvoor staat de afkorting CC? Als je carbon copy? Verstuurt. Is het carbon copy? Carbon copy. Als hij er niet tussen stond, dan had ik het niet geweten. Maar het was ook waar het antwoord, dus ja. Waar werd Jezus volgens de Bijbel geboren? Nazareth waarschijnlijk dan, toch? Hij is Detroit. Dat is Bethlehem. Ah, dat is wel een ding. Maar hij is Jezus van Nazareth. Dat is gemeen. Dat fout is. Nu je Bethlehem zegt, klinkt het wel heel logisch, ja. Wat is een andere naam voor Alt-Hobo? Alt-Hobo. Alpenhoorn. Hobo is een blaasinstrument. Ah nee, een Engels hoorn. Oké. Onze deelnemers struikelen. Ik zag hoorn, ik denk dat het wel goed, maar de rest was ook hoorn. Laat wat maar. Wat voor kleur shirt dragen de Philadelphia Eagles blauw. Bij thuiswedstrijden? Blauw. Ik vind blauw wel goed. Ook blauw onder geel gaan zetten, verwarmen even lekker. Oh, het is groen. Dat wat lijkt heel erg op blauw. Rijksvragen. Het is tijd om het goed te maken. Ga niet best, dan wel. Kleur werd in 1994 en 1996 gekozen tot BBC Sportpersoonlijkheid van het jaar. Hamilton. Nee, die... Damon Hill, denk ik. Naam klonk bekend. Ergens diep van binnen. En opluchting dat onze speler terugkomt. Thanks, Buzz.
Welke Tim was lange tijd de vaste partner van Andrew Lloyd Webber? Tim Curry. Tim Rice. Tim Tato. Good buzz. Wie is het nummer All the Young Dudes? All the Young Dudes. Ik ken ook echt al die bands nu, behalve de Beatles. Ik ga van de Beatles zeggen, want stel het wel van de Beatles, sta ik zo erg voor lul. Nee, het is niet van de Beatles. Oké, prima. Ik ken ook echt misschien drie nummers van de Beatles, dus hè. Welke blueslegende verkocht zijn ziel aan de duivel in Crossroads? Chuck Norris is geen blueslegende. Robert Johnson klinkt heel erg als een blueszanger. Hey, mijn diepe kennis van welke naam blueszangers moeten hebben per definitie. Help me een keertje. Of gewoon een goed gokkie. In welk land vechten de Tamil-tijgers voor onafhankelijkheid? Tamil-tijgers? Sri Lanka dan waarschijnlijk? Hey, topografisch altijd correct. Wie zingt het intro van het nummer Money for Nothing? Van de Dire Straits. Ja, ik weet dat het nummer van de Dire Straits is, maar wie zingt het? Is het Bob Dylan? Anders heb ik echt geen idee. Sting, wie de fuck is dat nou weer dan? Is dat gewoon de zanger van de Dire Straits? Ik hou van de muziek. Nee, dat de zanger is Mark Knopfler. Kwam de compact disc op de markt? Oh, ik denk in de jaren 90, alhoewel het zou ik 80 geweest kunnen zijn. De CD, 80 dan denk ik wel. Historisch accuraat. De CD. Welk stripblad kwam voort uit de Pep en Shores? Wat is dit voor drugsblad? Waarschijnlijk gewoon Donald Duck, man. Anders weet ik dat niet. Epo klinkt wel heel logisch. Aangezien... ook is het in Slimland. Wat is volgens The Carpenters the only game in town? Poker is the only game in town. Ik zou het heel raar vinden als er de nummers... Oké. Wat een kutnummer is dit, zeg. Jeetje, bus. Wie speelde een bokser die was gebaseerd op Rocky Graziano in een Graziano. film uit 1956? In een film in 19... Damn, dat is lang geleden. Paul Newman is de enige naam die moet zeggen. Gewoon Paul Newman gaan, altijd. Hey, boom, boom, boom. Ik ben benieuwd hoeveel mensen die het kijken was beter weten dan ik. 76 betrokken bij de Lockheed-affaire. Het is allemaal zo oud. Prins Klaus. Nee, het is Bernard, denk ik. Of Klaus. Het klinkt ook helemaal niet Nederlands. Misschien is het wel gewoon Charles. Toch Bernard. Hier is een goede tip. Als je toch gokt, doe het dan in elk geval snel. Hoe noem je dat een werktuig om gaten in harde grond te breken? Oeh, dit kan ik denk wel. Oké, ik heb geen idee. Hou veel, oké. We zijn klaar. Ja, laten we nu eens gaan kijken naar de eindscore van onze kandidaat. Zeg het me, bus. Wat maakt de score nou uit? Het gaat om het meedoen. En zolang je toch in je eentje speelt, is dat het enige wat telt. Oké, we zijn klaar. Maar kom snel nog een keertje spelen. Tot dan. Adieu. Ik ben niet bus. Ik ben er wel voor klaar mee nu. Even kijken naar deze aflevering van Buzz Quiz World. Waarschijnlijk de volgende aflevering met mijn moeder of met Billy of iemand om uit te dagen. Om mijn grote legendarische quiz skills te laten zien. Ik ga ondertussen even 20 boeken uitlezen. De hele bosatlas in mijn anus stoppen en uit mijn hoofd leren. En dan kom ik de volgende aflevering terug. Wijzer en beter. Echt net iets te veel vragen over tv-programma's van 50 jaar geleden. Die heb ik niet gezien, Buzz. Even kijken in ieder geval. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Zie je de volgende aflevering misschien terug in een nieuwe Buzz Quiz World. Even kijken. Doei!